Goedenavond. Wat sympathiek dat u er weer bent. Voor deze 14e aflevering van het Groot Dicté der Nederlandse Taal. In een jaar dat er volgens de peilingen grote bezorgdheid bestaat over de verloedering van onze taal. Als we niet oppassen, zegt men, zijn we hier binnenkort bijeen voor het Groot Nederlands Johan Cruijff Dicté. Maar dan wel, zoals gebruikelijk, in de Eerste Kamer der Staten-Generaal, waar het enthousiaste driewerf hoera van de senatoren na de geboorte van Catharina Amalia Beatrix Carmen Victoria ons nog vers in de oren klinkt. En dat moet ook voor overgrootpa koning Willem II, hier zo prominent aanwezig, tot grote tevredenheid hebben geleid. U weet wel, het is de Willem die in 1831 de leiding had over de voor ons Nederlanders zo desastreus verlopen tiendaagse veldtocht in België. Maar voorzichtig als we zijn, laten we het verleden rusten. Dus van hieruit een speciale groet voor de kijkers van Canvas in Vlaanderen. In de wetenschap dat zij, de Vlamingen, bij deze veldtocht ook weer veruit favoriet zijn. Het Dicté is dus een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van de Volkskrant en de NPS in Nederland en de Standaard en Canvas in Vlaanderen. U weet, om mee te kunnen doen hier in de Eerste Kamer aan het Dicté, moeten de lezers van beide dagbladen een voorronde doen. De winnende inzenders, 20 uit Nederland, 10 uit Vlaanderen, hebben we hier samengebracht. En in de 13 voorgaande jaren zat de winnaar ook altijd in dit vak. U heeft dus een grote verantwoordelijkheid. Hulde aan uw voorgangers. Tja, en natuurlijk geen Dicté zonder prominenten. Ze zijn hier weer alom present. Heldhaftig, standvastig. Ridders zonder vrees. Maar wel in dezelfde getalsverhouding. 10 Vlamingen, 20 Nederlanders. Wat hen bindt is niet alleen de Nederlandse taal, maar ook de bereidheid om diep te gaan. Heel diep. Wij waarderen de moed waarmee ze hun zorgvuldig opgebouwde reputatie zo zorgeloos op het spel zetten. Dat geldt natuurlijk voor minister Veerman van Landbouw, die vast geen moeite heeft met de tussen-en van pakweg kippenpest. En wat te denken van Tom Egbers, die regelmatig in gesprek is met Johan Cruijff. En desondanks als enige Nederlander altijd Heracles blijft zeggen. Naast hem zit Shaja Murali, van wie ik weet dat zij het Frans tot in de puntjes beheerst. Ze is zelfs een specialiste van André Gide. Maar hoe is het met haar Nederlands gesteld? De vraag ligt natuurlijk voor de hand. Zal zij vanavond de zwakste schakel blijken te zijn? Uit Vlaanderen begroeten we Yves Le Terme, de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Christendemocraten en dierenliefhebber. Ik heb me zelfs laten vertellen dat hij een huisgeit heeft. Ik heb niet helemaal begrepen of die ook bij hem in bed mag. En volgens mij is het geheime wapen van onze Vlaamse vrienden vanavond de regisseur Erik van Looy van de zeer succesvolle film De Zaak Alzheimer. En onlangs nog winnaar van 10 voor Taal. Een echte specialist dus. Hoe dan ook, dames en heren. Zij allen verdienen uw hartelijke steun. Op weg hier naartoe en bij aankomst op het Binnenhof hebben wij de gemoedstoestand van onze Vlaamse en Nederlandse prominenten gepeild. Dat doen we elk jaar bij wijze van psychische bijstand. Dat is een traditie in de traditie. Misaver. Goedemiddag. Welkom bij Dicté. Dank u wel. Hebt u zich voorbereid? Ja, ik heb gisteren de dictés van vorig jaar en het jaar daarvoor gemaakt. Mijn vrouw heeft toen voorgelezen. Nou, wat ik vaak, weet je wat ik zo inconsequent vind? Je hebt bijvoorbeeld online, zonder streepje, maar online verbinding, gooien we er ineens een streepje tussen. Kijk, dat soort regels, dan denk ik. Vooral met zo'n trema of een streepje, of wanneer je wel geen hoofdletters moet gebruiken. En als het over de tjoetjoe vliegen hebben, ja, ik bedoel woorden die je in het dagelijks leven niet gebruikt.
ja, dan weet je toch ook bijna niet hoe je het schrijft. En ja, met sms is het allemaal van die sms-taal geworden. F'en met dubbel F. En ja, je gaat eraan wennen. Dus het wordt meer een soort spreektaal. Als ik het zo volg elk jaar, ik volg het altijd wel een beetje. En ik begin soms aan om mee te doen, maar dan komt er zoveel voorbij waarvan ik denk van, oh, hoe schrijf je dat? Dus nou, we gaan maar kijken. Kijk, het voordeel van mijn vak is dat ik het gewoon goed moet zeggen. Maar hoe je het schrijft, dat staat er niet bij. Pyjama. Grieks ei. Sperziebonen. Wat ik wel even nagekeken heb, zijn al die woorden waar zoveel streepjes in zitten. Daar wil ik niet de mist mee ingaan. Glas- en loodramen, daar pakken jullie me vanmiddag niet op. Ik ben een fervent kijker naar die dicté. Ja. En sinds het Przewalski-paardje maak ik mij geen enkele illusie meer. Ik vind hoe simpeler, hoe beter. Het is tenslotte een middel om elkaar om je te verstaan met een ander. Maar bijvoorbeeld woorden als maillot, sperziebonen, is geen probleem voor jullie? Geen probleem. Nee, hè? Nee. Ja, maar als je erop denken wel. Nee. Pyjama. Denk aan mayonaise. Sperziebonen is geen probleem voor jullie, denk ik van nee. Nee, maar ik heb het ook nooit als probleem gezien. Dus als je dat nu zo aan... Als je dat nu zo aan... Hè? Als je dat nu zo aan... Nou, dan zou dat wel eens een probleem kunnen. Ja. Nee, geen probleem. Geen probleem. Ja, ik ben op het moment heel hard aan het studeren. Ik heb tentamen volgende week. Ja. Dus eigenlijk heb ik hier ook geen tijd voor, maar ik vind het toch wel leuk. Het is toch wel een uitdaging. Dus nou, ik ken niet de regels van het Groene Boekje, dus ik ben benieuwd hoe ver het me nog brengt. Maar hoe kun je dit voorbereiden? Ik zou niet weten Groene hoe... Boekje misschien. Ja, maar goed, dat zit wel redelijk in mijn hoofd. Ik weet wel het verschil tussen apenkool en apenstaartje, dat weet ik wel. Dat soort dingen, maar het zijn de echt hele vreemde woorden, of zinswendingen, de verrassingen, de strikvragen. Zeg maar, waar je over na moet broeden. Nee, dat... ik wacht wel af. Zijn er woorden die u vreest? Nee. Woorden niet, nee. Daden. Ik heb het taalgevoel van mijn moeder. En dat is heel goed. Dus ik doe nu ook een heel klein beetje examen voor haar. Kippenstront, ja. Want? Want ze zijn meerdere kippen, hè? Ja. Er zijn er nog van, ja. Welke woord ik vrees? Busexploitant, dat vind ik een vreselijk woord. Maar bijvoorbeeld gebreakdanced, begint er maar eens aan. Of rock'n'roll. Ik wist absoluut niet dat er twee deeltekens tussen zaten. En dat hebben we ondertussen wel allemaal opgezocht. Koude zweet brak me al uit op de bus, op de weg naar hier. Toen kreeg ik wat... Ik dacht van, ik heb me niet voorbereid. Ik dacht, dat gaat me wel lukken. Heel erg veel fouten zal ik wel niet maken. Maar toen begonnen wat mensen wat woorden heen en weer te gooien door de bus. Die ik allemaal fout spelde. Dus nu zit ik wel een beetje met de zenuwen. Het is en blijft die moeilijke woorden. En ik kan best goed spellen, gewoon spellen. Maar als het met inderdaad die verbindingstreepjes en die apostrof en dat soort dingen, ik ben bang dat ik daarin nat ga. Ik ga denk ik de fout in met, ik weet niet goed hoe ik dat moet omschrijven, maar waar het trema moet staan op de middelste of op de laatste E. Dat soort dingen waarvan je, ja, daar ga ik er mis mee. Als er iemand gewend is aan slechte spelling, ben ik het wel. Want ik geloof dat mijn naam echt ongeveer nooit goed wordt gespeld. Laat staan uitgesproken. Ik heb speciaal voor het dicté een nieuwe bril. Gloednieuwe bril. Eerst had ik hem gedragen. Als het nu niet lukt, dan lukt het nooit. Zoals u ziet zijn de leden van de jury alweer trouw op hun post. U kent ze zo langzamerhand. Martine Tange, collega van de Vlaamse Radio en Televisie. Als Vlaamse en vrouw in de minderheid, maar reken erop dat ze haar mannetje staat. Piet van Sterkenburg, hoogleraar lexicologie in Leiden en hoeder van de wettelijke spelling als een van de samenstellers van het gevreesde Groene Boekje. Theo Jansen, hoogleraar taalkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, die als geen ander weet dat er over spelling altijd wat te mekkeren valt. En tenslotte de voorzitter Henk Vonhoff, die de foute regen altijd in historisch perspectief weet te plaatsen. Meneer de voorzitter, de spelregels alstublieft. De spelregels van het dicté 2003.
Als norm voor de juiste spelling geldt de spelling in de woordenlijst Nederlandse taal, het groene boekje, uit 1995, inclusief de leidraad in het begin van het groene boekje. Voor woorden die niet in het groene boekje staan, geldt de spelling in Van Dales Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, de 13e herziene uitgave uit 1999. Als fouten worden gerekend. Spelfouten. Het onjuiste gebruik van koppeltekens. Het niet op de juiste manier aaneenschrijven van samenstellingen. Fouten tegen het gebruik van accenten, apostrofs en trema's. Het foutief gebruik van hoofdletters als het kleine letters moeten zijn, of het foutief gebruik van kleine letters als het hoofdletters moeten zijn. Daar wil ik nog het volgende aan toevoegen. Alles dient in letters te worden geschreven, dus geen cijfers gebruiken. En geen woorden afbreken aan het eind van de regel. Een afbreking is dus een fout. En tot slot, als welgemeend advies, duidelijk schrijven, bij twijfel wordt fout gerekend. Dat waren de spelregels. Dank u wel, meneer de voorzitter. Als u er nog allemaal bent, dames en heren. We zijn bijna zover. Verzoek aan de deelnemers hier in de zaal. Zet vooral uw naam op de kaft, zodat we weten aan wie we de nagekeken dictées weer terug moeten geven. En dan voor u, kijkers thuis, een paar adviezen. Ga er goed voor zitten, zodat u goed kunt meeschrijven. Ik zou zeggen, sluit u van de buitenwereld af, gordijnen dicht, mobieltje uit en de deur op slot. We gaan het als volgt doen. U krijgt de dictée een keer helemaal. Ik lees het helemaal voor. Ik raad u dan om nog niet mee te schrijven, maar het rustig op u te laten inwerken. Vervolgens ga ik dicteren met leestekens. En ik geef u ook de titel. De titel moet u ook opschrijven, want anders heeft u een fout. Vervolgens ga ik dan het dicté zin voor zin afwerken. Eerst de zin een keer helemaal, daarna deel ik hem in stukjes. Die krijgt u twee keer en daarna lees ik de zin nog weer een keer helemaal. En zo werk ik het dicté helemaal af. En als dat gebeurd is, dan lees ik het dicté nog weer een keer helemaal voor. En daarna krijgt u nog een minuutje de tijd om het na te kijken. Mocht ik mij vergissen, wat zelden of nooit gebeurt, en mochten er dan onduidelijkheden, misverstanden ontstaan, dan is het aan de jury, die is hier niet voor niks, dan is het aan de jury om te bepalen wat mij te doen staat. Wel, dames en heren, wat mij betreft, zijn we zover? Bent u hier in de zaal klaar? Uw pennen doen het allemaal. Ja? Ik neem aan dat u thuis ook helemaal klaar bent, dames en heren. Welaan, dan wens ik u heel veel sterkte bij dit 14e Groot Dicté der Nederlandse Taal.